Hallo, hallo, hallo en welkom bij weer een nieuwe vlog op mijn YouTube-kanaal. Ik heb gisteren ontdekt op de site van Meubis bij mijn zeteldingen dat hoe ik mijn zetel omlaag deed niet juist was. Dus ik ga vandaag nog eens proberen als ik kan vinden hoe het dan wel moet nu, want ik had het blijkbaar helemaal verkeerd gedaan, zag ik, want ik was ook aan het denken, die kussens liggen dan lager en dat komt niet overeen, maar ik wist eigenlijk niet juist hoe het moest, maar let's try again. Oké, het is dus veel easier als ik deed. Wat ik deed was die kussens. Deze, in die houten bak hier zo, die je hierin hebt. Wacht, ik krijg dat nu terug omhoog. En langs hier denk ik, oh. Ja, oké, dat kan ik niet met één hand. Maar die hierin leggen, maar ja, dan was dat niet gelijk. En dit is wel gelijk. Oh ja, wauw. Zo heb je gewoon echt een bed. Hier kun je gewoon, hier kan iemand slapen. Zo, amai, zelfs heel veel plaats. Ik weet niet of jullie dat zien, maar er is nog heel veel plaats. En dan kan hier ook nog eens iemand slapen. Of in de andere richting, whatever you like. Oei. Whatever you like. Tadaa! Wauw! Dat is echt zot. En als je sleepovers hebt, of girls night, hoe tof is dat? Kun je hier zo allemaal kussentjes leggen. Dan kun je echt zo liggen en allemaal tv kijken. Oh, is echt zalig. Ik wist dus niet dat de achterkant van de zetel omlaag kon. Maar ik voelde al dat die ook zacht is. Allee, zo van binnenin. Dus ik dacht, moet toch anders zijn? Dus ben ik dat gisteren gaan opzoeken. Toen zag ik hoe het echt moest. Wauw, ik ben echt zo blij. Woep, 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 woep. Dus wie bij mij wil komen slapen, let me know. Plaats genoeg voor iedereen. En nu eens checken als ik die ook zo makkelijk terug omhoog kan zetten. Hupsa, zo snel is dat dus gefixt, hè. Hallo, kus. Even mijn deur sluiten. Ik heb hier een beker vast, dus ik kan mijn arm niet strekken. Oké, zo. Ik ga naar de Floralux. Het is zondag vandaag. Het is bijna 4 uur, denk ik al. En ik ben met thuis geweest. En mijn ouders. En normaal ga ik naar mijn oma in het ziekenhuis, want het gaat niet goed. Maar ze ligt nu op intensieve, dus we konden maar voor 2 gaan, dus mijn zus gaat. Ik ben ondertussen buiten en ik ga dus naar de Floralux met Celine en Noah. We gaan even kijken voor een kerstboom, want ik heb geen kerstboom niet meer. Omdat ik vorige keer met Sam een kerstboom had en die was van Sam, dus ik heb er geen meer. Maar hopelijk vinden we een mooie. Aangekomen, hey! Dag Noah! Hey! Wie is dat? Hallo! Ja. Ik zo doen. Zo? Ja. Is dat? Nee, nee. Werkt niet deze keer. Nope. Hij is afgeleid. Kijk hoe mooi het hier is. Winter Wonderland. Ik heb mijn kerstboom. Ik heb die net alleen naar boven gesleurd. Hij is er. Kerstboompje. Ben jij blij dat ik een kerstboom heb? En in de Floralux kost dat trouwens 89 euro. Mijn kerstboom is ongeveer zo. Allee, ik denk, de piek komt wel sowieso hoger als mij. Een meter 80 was die denk ik in totaal. En die heeft zo gemixte naalden, dus dat vind ik wel kei mooi. Want Celine had die vorig jaar maar dan een 2 meter en 10 of 2 meter 40 denk ik. Maar ja, dat past hier niet, want het is hier klein, dus ik wil ook niet een gigantische boom hebben. En wel kei benieuwd. Ik ga die pas volgend weekend opzetten wel. Nu nog niet. En ik heb nog wel 2 dingen gekocht. Ik ga het laten zien. Zo hot. Hot, hot, hot. Zoals jullie kunnen zien, hou ik het nog altijd goed vol om mijn zetel af te dekken als ik weg ben.
Want ik wil echt niet dat de katjes iets misdoen. Maar Milky heeft wel een paar dagen niet gekotst. Maar ja, je gaat dat zien. Als ik één keer de zetel niet... Alleen mijn dekentjes er niet op leggen, dan gaat Milky kotsen ofzo. Van de Floralux dus mijn kerstboom. En dan, als ik het eruit krijg, deze. Zo'n ster om te hangen. Met hout en sneeuw. En dan zijn lampjes aan. Er moeten wel nog batterijtjes in. Maar dan geeft dat zo helemaal licht. Ik denk wel dat dat heel cute is om voor het raam te hangen. Dus die had ik nog. En dan heb ik nog een kaarsenhoudertje. Het er zo uit. Wit met hout. En ja, dan kun je een kaarsje inzetten. Kun je dat zo zetten. Vond ik ook wel cute. En dat is ook het enige wat ik dit jaar ga kopen. Kerstboom van Floralux. En dan deze twee dingen. Want ik heb zoveel kerstspullen. Dat ik besloten heb om er geen geld aan uit te geven dit jaar. En mijn geld te sparen voor andere dingen. Ja, ik heb gewoon echt nog zoveel kerstspullen. Mama zei, ik heb 8... Oei, mufke. Gaat het? Ik heb 8 zakken staan. Dus ik denk dat ik wel voldoende heb. Mijn jogging aangedaan. Ik ga de zetel terug zichtbaar maken. Die ga ik laten liggen, want daar ga ik toch onder liggen, onder dat wit tekentje. Dan ga ik zelfs, denk ik, kebab halen. Want ik heb geen goesting meer om te koken. En ja, ik ga zo in mijn jogging kebab halen. I don't mind. Moet ik eens laten zien hoe je het doet? Ja. Ja, laat maar eens zien. Kunt je geen 2 seconden wachten op je water? Komt jij ook nu? Als ik de waterbak wegpak om hem uit te wassen en er vers water in te doen. Muffin man. Oh. Ik doe dat 2 keer per week, maar dat is zo'n zelfreinigende met een filter. Dus ik denk zelfs niet dat dat 2 keer per week moet, maar toch doe ik dat. Hè? Altijd jankie, hè. Vooral Muffin dan, hè. Milky is altijd met eten. Hè, Milks? Als er eten is, als er eten in het spel zit, dan jankt jij, hè. Ik wou jullie trouwens ook nog even een update geven over de botox, want ik weet dat er een paar dagen gaan vragen. Het is dag 3 en zo ziet het er al uit. Dus ik kan mijn wenkbrauw nog wel perfect bewegen. Naar boven doen, maar ik heb gewoon geen rimpels meer. Het is echt zot. Alleen hier nog een heel klein beetje. En hier, waar zei de muffin? Ha, nee. Godverre. Die dapt in het water met haar poten. En nu is ze gaan lopen met haar natte poten. Oh, ik heb deze morgen alles gepoetst. Tof. Maar dus, het heeft 10 dagen nodig eigenlijk om in te werken. En kijk dat. Ik weet niet als jullie nog weten hoe het eerst was. Maar ik zal anders hier even een beeld invoegen. Ja, nog een keertje. Harder, harder. Ja. Ik ga nog even een proteïnebar eten. Deze is cookies, denk ik. Ik weet het eigenlijk niet welke deze is. Ik zie het niet, het is te donker. Ah, caramel cookie. Milky heeft er ook wel zin in. Die ga ik even eten en dan binnen een uurtje of zo kebab halen. Ik heb kebab en een cola zero en een Yank en Milky. Omdat er eten is en dan ruikt de durum. Ik heb een grote genomen deze keer, maar misschien is het toch iets te groot, we zullen zien. En ik ga Raising Dion kijken. Ik heb er al eens 2 afleveringen van gekeken, maar nooit verder gekeken. Alleen nooit, dus een maand en een half of zo geleden. Dus ik ga verder kijken. Hè? Yankee Panky. Ja, hè? Muffin ligt hier. Muffin is flink, hè? Ja, jij bent flink als je stopt met zagen voor eten. Zo, ja. Dat is flink. Maar ik ga morgen sowieso nog verder vloggen. Dus slaap wel iedereen. Tot morgen. Slaap wel iedereen. Tot morgen. Slaap wel iedereen. Tot morgen.
Goedemorgen. Goedemorgen, Melky. Ligt je goed hier in het zeteltje? Ja. Voor ik de vlog afsluit, wou ik toch nog... Amai, mijn kussens zijn krom, maar ik was hier aan het chillen. Wou ik toch nog even zeggen dat Meubis een korting heeft. Black Friday, sowieso het weekend. Op de site kunnen jullie kortingen vinden. Als jullie graag een nieuwe zetel willen, zo mooi als de mijne. Mijn is trouwens de Candy zetel. Hij noemt Candy voor mensen die dingen vragen. Zo kunt je die terugvinden op de website. En met mijn persoonlijke korting krijgen jullie nog eens 10% extra op alle Black Friday sales. Mijn code is TALISALO10. Dus TALISALO10, ik zal het hier ergens zetten. Hier, Melky? Of hier? Of hier? Hier. Dus TALISA10. Ik zal ook nog eens even zeggen van mijn bed, want daar krijg ik best nog wel veel vragen over. Mijn bed is de Box Spring Parijs in de kleur sand, dus dat is een beige kleur. En de Box Spring noemt Parijs. Alles zit daarbij, matras, achterwand, stukjes, pootjes bedoel ik. Dus alles is erbij, dus ook daarop Black Friday kortingen en mijn code TALISALO10. Dus mijn zetel noemt Candy, mijn bed noemt Parijs. En mijn code is TALISALO10 voor extra korting. Sorry, ik zie er echt bescheten uit. Ik ga hier ook de vlog afsluiten voor vandaag. Hopelijk vonden jullie het een leuke vlog. Dus zeker thumbs up. Laat ook een leuke comment na. En ik zie jullie snel weer. Muah.